Sukken bestaan 25 jaar dit jaar. En 30 augustus 1999 stonden ze voor het eerst bij ons in de NRC. Zij zijn met ons vergroeid en meegegroeid. En ons cadeau aan Fokke en Sukken was, we geven ze één dag de krant cadeau. Inhalen en zeggen, wat jij niet begrijpt is dat pijn niet bestaat. Is dit nou de manier waarop jullie altijd... Nee, helemaal niet. Nu moeten we 500 grappen maken in een dag, hoor. Dus we hebben de hele dag de tijd. Bijna zo. We mogen geen 500 maken. Nee, maar een stuk of 25 of 30 of 40 of zo, we weten het niet. De een nog leuker dan de andere. Allemaal precies even leuk, als het even kan. Ik ben snel weer uitgegroeid, want anders gaat het opeens in de krant staan. Toen we nog boekjes signeerden, op de uitmarkt bijvoorbeeld, of bij in een boekhandel, dan hadden we zo'n hele rij mensen staan en dan gingen we altijd vragen stellen. En zeiden van ja, nou vertel eens wat over jezelf. Oh, je werkt voor de NOS. Nou, en dan verzonnen we daar een grapje bij. En zaten we dus soms een paar uur achter elkaar aan de lopende band grappen te verzinnen. Humor maken is een kwetsbaar proces. Jij zegt, ik vind dit grappig. En de ander moet kunnen zeggen, nee, dat is niet grappig, moet beter. Gelukkig zat dat meteen al goed, anders waren we hier niet nu geweest. Nee, dat is wel lang klaar, ja. Ik vond die eigenlijk helemaal niet te grof. Ik vond hem juist heel leuk. Ja.